Hallo, ik ben Chris van der Lindeloo van Farmstore. Farmstore is onder andere importeur van de Sulky kunstmeststrooiers en de Sulky zaaimachines. Vandaag hebben we speciale aandacht voor de Sulky frontank in combinatie met de Sulky zaaibalk, de Twin Disc. Allereerst de Sulky frontank. Het model wat we hier zien is de Sulky Xeos TF met een inhoud van 1800 liter. Dit model is ook leverbaar met een inhoud van 1000 en 1500 liter. Wat maakt deze machine zo speciaal? Dat is onder andere de speciale elektrische distributie. Deze distributie kenmerkt zich door zowel de mogelijkheid van het zaaien van kleine hoeveelheden tot grote hoeveelheden. En dit varieert van 3 kilo per hectare tot misschien wel 450 kilo per hectare. Zoals u ziet hebben we hier ook een turbine zitten. De turbine is standaard hydraulisch aangedreven, zodat er geen aftekas aangesloten hoeft te worden, alleen maar een hydrauliek. Hier ziet u het Isobus aangestuurde elektrische doseersysteem. Het doseersysteem is gebaseerd op een volumeregeling. De volumeregeling wordt geregeld aan de hand van de opening die je instelt met deze spindel. En het toerental van de zaaias. Het toerental van de zaaias wordt geregeld door een elektromotor. De elektromotor wordt weer aangestuurd vanuit een Isobus-scherm in de tractor. Dit kan een Sulky-scherm zijn, maar kan ook een willekeurig tractorscherm zijn. Een afdraaiproef is vrij eenvoudig. Wat doe je? Je hangt een bak of een zak eronder die standaard meegeleverd wordt. Je drukt op de knop aan de zijkant, hier zo. En de machine zal zichzelf afdraaien. Je weegt het resultaat, je voert dit in de computer en de computer zal het toerental van de zaaiasmotor bepalen. Op deze manier krijg je een bijzondere nauwkeurige regeling met een variatie van maximaal 2,5%. Daarnaast hebben we hier de turbine. Deze turbine is geregeld door middel van een hydromotor. En heeft het een grote capaciteit, wat het voordeel geeft, zeker wanneer je heel veel kilogrammen per hectare kunstmest wil verzaaien. Dan heb je veel lucht nodig. Maar we kunnen deze ook heel eenvoudig inregelen om bijvoorbeeld lichte zaden te verzaaien. Het aan- en uitschakelen van de machine kan op 3 verschillende manieren gebeuren. Aan de hand van schakeling op de hef, schakeling via het kopakkermanagement van de tractor, of aan de hand van het GPS-systeem met koppakkerlijnen. Verder kan de machine optioneel uitgevoerd worden met een bandenpakker of met een gewichtenset. Hier zien we de Twin Disc zaaibalk. Deze zaaibalk zoals die hier staat is uitgevoerd met 24 schijven en daarnaast ook met een verdeelkop. De verdeelkop is speciaal door Sulky zelf ontworpen voor een maximale nauwkeurige verdeling van het zaaizaad over de gehele werkbreedte. De verdeelkop zoals u hier ziet is een Isobus aangestuurde verdeelkop. Deze is uitgevoerd met standaard met spuitwielschakeling en met halve werkbreedte. Het grote voordeel van een halve werkbreedte schakeling is dat u ook een perceel uit kunt geren op deze manier. Daaronder ziet u een speciale stijgbuis die zorgt voor een maximale werveling van het zaad, zodat het zaad goed verdeeld in de verdeelkop komt. Als u naar onderen gaat, zie je een frame. Dit frame is uitgevoerd met een driepuntsaansluiting, zoals die in principe achter iedere rotorkopweg met een hefsysteem kan. Maar standaard kan de machine ook gemonteerd worden op de rol achter de rotorkopweg. Daarnaast zie je het hoofdsysteem van de zaaibalk, in dit geval de dubbele schijven. Maar Sulky levert ook een standaard schaarcounter nog steeds en een speciale schijf voor het zaaien van bijvoorbeeld in mulch, de zogenaamde cultidisc waarop 100 kilo druk gezet kan worden. Hier ziet u de Twin Disc waarop 50 kilo druk gezet kan worden. Kenmerkend aan deze zaaibalk is dat de diepteinstelling onafhankelijk is van de drukinstelling. De drukinstelling doen we door middel van deze veerspanning. We kunnen heel eenvoudig
in 5 stappen de veerdruk aanpassen op de zaaischijf. De diepteinstelling doen we door het verdraaien van deze balk, waardoor de parallelogrammen, u ziet hier het verschil tussen een achterste en de voorste, de parallelogram altijd dezelfde diepte van de schijf aan zal houden. De parallelogrammen zijn voorzien van onderhoudsvrije bussen en zorgen ervoor dat er zo min mogelijk slijtage ontstaat op het element. Hier zie je de schijf. De schijf, een dubbele schijf die een beetje in het verstek staat en zorgt dat je altijd een aandrijving zult blijven houden van de schijf. De schijf loopt en zorgt voor een mooie zaaidiepte. En hierachter hebben we het aandrukwiel. Die zorgt voor het aandrukken van het zaad en van de grond. Wanneer u zaait onder natte omstandigheden kan het gebeuren dat de grond klei plakt aan de zaaischijf. Hiervoor hebben we aan de binnenkant, want dat is het belangrijkste, dat de binnenkant van de zaaischijf schoon blijft, hebben we een speciale schraper. Deze schraper is van kunststof en hoeft niet afgesteld te worden. Verder, de slangen zijn allemaal even lang en het zaad heeft een speciale valbuis tot bijna onder in de zaaischijf. Hierdoor krijg je minimaal springen van het zaad en zal halverwege hier ongeveer laten we het zaad de lucht los, waardoor het zaad op het eigen gewicht het laatste stukje zal vallen. Hierdoor krijgen wij een nauwkeurige afleg van zaad. Aan de achterzijde zie je, kan de machine uitgevoerd worden met een na-eg, standaard uitgevoerd met S-tanden. Daarnaast is zowel de zaaibalk als de frontank uitgevoerd met standaard LED-verlichting. Dit geeft de machine een goede en een keurige afwerking. Waarom nu juist een sulky frontank en een sulky zaaibalk? Het belangrijkste argumenten zijn de nauwkeurige dosering en de perfecte zaaidiepteinstelling van de zaaibalk. Bedankt voor uw aandacht.